Beste kijkers van NO Game Reviews, dit is een nieuwe aflevering van Versus! Wow, management heeft nu gezegd dat het The Battle heet. Oké, wie ben jij? Ben je wel. Ik ben een koele. Ik heb een legerpet op en een zonnebril. Dus, welkom bij een nieuwe episode van The Battle. Let's go! Sommigen van jullie, of jullie allemaal, kennen de intro al van daarnet. Dus jullie weten vast waar we het over gaan hebben. Ja, Pokémon. Call of Duty en Battlefield natuurlijk. Pokémon hier. Ik ga niet echt een vergelijking maken, want dit kan niet. Waarom kan dit niet? Goeie vraag. Ze zijn allebei shooters, ja. Maar ze hebben allebei verschillende elementen. Zullen we het eerst hebben over Call of Duty. De Call of Duty graphics zijn niet de beste graphics die ik ooit in mijn leven heb gezien. Maar ze storen me niet. Ik vind het juist leuk. Daarnaast, al die classes die je kan customizen. Al die guns die je kan personalizen en weet ik van wat je allemaal mee kan doen. Dat maakt het wel heel erg vet. En alle perks die je kan toevoegen. Je kan classes maken die precies gestemd zijn op jouw stijl van spelen. De maps zijn klein en daarom ook niet geschikt om echt missies uit te voeren. Maar wie heeft dat nodig bij Call of Duty? Daarvoor heb je special ops of spec ops of je weet wat ik bedoel. De levels zijn klein, maar ze hoeven niet groot te zijn. Want als ze groot zijn, dan loop je maar een beetje rond als je met 10 spelers speelt. Dan, hey, daar zijn ze. Papa, shot you. We don't roll like that, man. Battlefield is als vitamines voor mijn ogen. Ja, moet ik eerlijk toegeven. Ik vind die graphics echt super. Daarnaast vind ik het jammer dat je die wapens niet echt kan customizen. Maar ja, dat houdt de gameplay natuurlijk niet weg. De velden zijn echt heel groot en je kan ook in verschillende voertuigen. Als je multiplayer speelt is het echt meer voor dat je rondloopt en elkaar neerschiet. Op een leuke manier. Daarvoor met de tank. Welke van de game is nou beter? Call of Duty? Of Battlefield. Ik zeg, het ligt helemaal aan jouw speelstijl af. Hou je van snel, fast pace, fast respawn? Dan is Call of Duty speciaal voor jou. Hou je van wat langzamere gameplay? En hou je van super graphics die gewoon echt je ogen masseren? Battlefield. Dan is Battlefield echt iets voor jou. Ik zelf hou van fast pace, dus ik kies voor Call of Duty. Heb je een keer zin om tegen mij te spelen? Mijn gamertag van Xbox Live staat hier. Geef een groen duimpje zoals hier zo. Abonneer. Hier zo ergens. Of hieronder, weet ik veel. Ik heb geen idee. Dit was weer een nieuwe aflevering van The Battle. Waar zou ik het volgende keer over hebben? Laat het in de comments hieronder. Ik heb al hele leuke comments gezien. Microsoft versus Apple. Sonic versus Mario. Ik ga kijken van wat ik kan doen. Yes? Later mensen. www.nlgamereviews.nl Game over, check je shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check je shit of game over. www.nlgamereviews.nl Game over, check je shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check je shit of game over.